Nou, wat we eigenlijk aan het doen zijn is de crew van Psyfy welkom heten. Er is natuurlijk veel nieuws en gedoe rondom de festivals in Leeuwarden. Zo ook rond Psyfy. En ik woon hier in de buurt samen met de mensen die hier ook helpen. En wij dachten, het is ook wel goed om een keer een positief geluid te laten horen. Iedereen mag vinden wat hij vindt. Van festivals, voor festivals, tegen festivals. Wij zijn voor. Wij wonen hier in de buurt, hebben er geen last van. En het nieuws wordt toch een beetje gedomineerd door negativiteit. En wij vonden het een goed idee om daar eens een ander geluid tegenover te zetten. De mensen die gezegd een goed idee, dat moeten we doen. Dat is denk ik een stuk of 30, 40. Maar het punt is, we wonen hier, weet je wel. Dus je praat met elkaar, je hoort dingen. En er is gewoon heel veel positiviteit, heel veel goed sentiment. En dat wil trouwens niet zeggen dat de negativiteit er niet mag zijn. Ik vind het heel goed dat er een discussie gaande is over wat hier gebeurt en hoe het hier gebeurt. Ik denk dat dat voor iedereen goed is. Alleen het is wel goed voor de balans in de discussie om ook het andere geluid nu en dan te laten horen. En morgen komt Psyfy, ze komen het opbouwen. Dus dan is het fijn dat je hier een welkom gevoel hebt. Je kunt geen discussie voeren of iemand wel of niet overlast ervaart. Dat is compleet objectief. Je kunt alleen wel met een ander perspectief naar hetzelfde kijken. Wij vinden dat de festivals allemaal voor Leeuwarden van grote betekenis zijn. Psyfy trekt, als ik het goed begrepen heb, uit 170 landen mensen hier naartoe. Dat is goed voor de stad. En of je dan wel of niet zelf veel plezier aan beleeft, aan het festival zelf, of het muziekje ding is, is dat niet zo relevant. Het gaat om wat het brengt en wat dat het stadleven geeft. Om tot een gezamenlijk standpunt te komen, kun je volgens mij alleen maar met elkaar in gesprek gaan om elkaar te gaan begrijpen. En nogmaals, dit is helemaal geen haat en nijd, dat duurt helemaal niet. Iedereen gaat goed met elkaar om en het is gezellig. En ik denk ook dat 40 tegenstanders, 40 voorstanders, helemaal zo relevant is. Ik denk dat het om een veel groter gebied gaat, dat ook mensen uit ver weg tegen zijn, mensen heel dichtbij voor. Het gaat erom dat je de discussie die in het publieke veld gevoerd wordt, ook voedt met positiviteit. En met name ook, ik vind, we hebben een tijdje geleden nog een buurtsessie gehad met Psyfy, waarin zij uitlegde wat het festival dit jaar ging doen. Hartstikke goed. En daarin zitten de festivals altijd een beetje in de verdediging. Alsof ze ons iets aandoen als buurtbewoners. Nou, en misschien is het voor sommige mensen wel zo, maar voor de groep die hier achter staat in ieder geval niet.